Het school en bus, het schoolbus- en bootvervoer ligt al 2 dagen plat. Reden hiervoor is dat de bus- en boothouders nog steeds niet door de regering zijn uitbetaald. Dit staat in schril contrast met de onlangs gemaakte afspraken met de regering dat er geen betalingsachterstanden meer zouden optreden. De bus- en boothouders moeten over de maand juni uitbetaald krijgen en zijn bang dat wanneer de vakantie ingaat, het geld over juli en augustus ook laat zal worden uitbetaald. De eigenaren van de bussen en boten hebben verder geen geld om hun medewerkers uit te betalen en om vooruit te schieten in de aanschaf van brandstof. De organisatie hoopt dat de regering snel aan haar betalingsverplichtingen voldoet en dat de kinderen niet verder worden gedupeerd.